staat hier al een hele schattige, donzige pony. Sil, Sil! Kijk, hij is helemaal blij. Hallo, hoe gaat het? Je bent heel braaf. Hij vindt het toch wel erg spannend, dus ga maar niet te ver. Ja. Hoi allemaal en superleuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag gaan we iets doen waar ik super veel zin in heb. Vandaag neem ik jullie namelijk mee met een van onze eerste buitenritten op de nieuwe stal. Ja, ik ben echt ontzettend benieuwd. Mijn moeder gaat mee en Uraya gaat natuurlijk ook mee. Dat is wel handig. En ik ben stiekem al een keertje eerder met Uraya in het bos geweest. Dat was ook samen met Sylvia, met het andere paard. Toen hebben we voorzichtig al het bos verkend. Maar ik was toen een beetje ziekjes. Dus ik heb verder niet echt gevlogd. En die dagen daarna werd ik al helemaal niet lekker. Dus toen heb ik niet zoveel meer gevlogd. Maar ik had toen wel mijn GoPro mee. Dus ik zal jullie nu wat beelden laten zien van de allereerste keer in het bos. En toen hebben we wel heel erg rustig aangedaan. Oh, dit gaat al heel relaxed hoor. Ik kan gewoon los teugeltje laten, zeg maar. Oh, heel leuk zo. Ja, hij is ook echt heel relaxed. Hallo, hoe gaat het? Leuk hè? Ja hè, hij is helemaal blij hè? Leuk. Klaar. Ja, hallo. Overenthousiast. Ja. Keurig. Oh ja, ja. Ja. Hij vindt het zo leuk. Oké, dat was dus een paar dagen geleden. En vandaag gaan we dus voor het eerst, ja, zonder Sylvia, de tweede buitenrit op de nieuwe stal. En ik neem jullie gewoon helemaal vanaf begin tot aan mee. Dus ik hoop dat jullie er zin in hebben. Hey, Bunny. En wat moeten de mensen doen als ze de video leuk vinden? En als ze zin hebben in een nieuwe video? Doe dan een duimpje omhoog. Ja, dan gaan we naar Uraya, hè? Nou, jij niet. Jij blijft hier lekker thuis. Oh. Bunny is wel echt een knuffelkontje, hoor. Kijk dat kopje nou. Oh. En Bunny vindt het heel erg leuk om zijn knuffels te likken. Kijk maar. Kijk, je kan nou bijna niet meer zien wie nou de knuffel is en wie nou de echte Bunny is. Nou, zullen we Bunny dan maar eens wat lekkers geven? Dat is misschien wel leuk. Ik heb hier een lijnzaadbrokje. En dat krijgt Bunny, want dat is goed voor zijn darmen. Ja, lijnzaadbrokjes. Oh, kijk, hij is helemaal blij. Lijnzaadbrokjes krijgt Bunny, want dan krijgt hij minder snel last van buikpijn. Maar die vindt Bunny dus heel erg lekker. En dan gaat hij altijd tegen je aanstaan als hij een brokje wil. Ja, kijk, pak er maar één. Lekker! Is het lekker, Bunny? Volgens mij ben je wel aan het genieten, hè? Ja, die dikke bangetjes. Wil je nog meer? Nee, dan word je dik, hè? Je bent al dik, dus laten we dat maar niet doen. Nee, dat is jammer. Oh, en jongens, ik heb mijn allereerste merchandise aan. Het is een spoiler. Jullie gaan het binnenkort zien. Ik denk volgende week of die week daarna. En dan de allereerste keer dat ik eigen merchandise heb. Ik ben zo benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. Dit was eventjes een korte spoiler. Maar ik ga me nu omkleden, want dit moet nog schoon blijven voor de kledingfotoshoot. Dus ik ga even wat anders aandoen. En dan gaan we naar Uraya. Zo, we zijn aangekomen op stal. Samen met mijn moeder, die is gezellig mee. Hi. Nou, je gaat helaas niet paardrijden, mam. Nee. Ik ga fietsen. Dat kan ik ook heel goed. Oh, ja, inderdaad. En Jessen in het weiland, de paarden, die staan daar al lekker te wachten. Ik hoop dat Uraya een beetje zin heeft in het ritje. Want zoals ik al zei, zijn we één keer eerder in het bos geweest op de nieuwe stal. En dit vond hij echt zo superleuk. Hij zat zo erg te genieten. Maar nu gaan we dus alleen. Sylvia gaat niet mee. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat. Er staat hier al een hele schattige, donzige pony. Ja! Wat ben je vies! Ja, Rakker is een beetje raar. Want ik had het al gezegd volgens mij. Maar Rakker houdt van likken. Rakker gaat je het liefst de hele dag door likken, hè, Rakker? Ja, achter. Rakker is wel een beetje vies. Oh, ben je vies? Rakker heeft lopen rollen in de paddock, zo te zien, in de rijbak. Ga je mee Uraya halen, jongen? Ja, dat is heel gezellig. Goedemiddag. Ik wou morgen zeggen, maar het is alweer middag inmiddels. Oh, jij hebt ook weer lopen rollen. Wat ben jij, je viespeuk. Oh, Sylvia, niet zo lelijk. Sil! Sil, Sil! Nou... Zoals jullie kunnen zien is het nog niet heel gezellig tussen de paarden. Sil, Sylvia! Ik wilde zeggen, het gaat steeds iets beter. Maar Sylvia is heel erg bang, lijkt het op, dat haar maatje wordt afgepakt. Rakker, daar lijkt het een beetje op. Maar ja, het heeft gewoon even tijd nodig. Uraya moet ook even ontdekken wie die is en dat hij voor zichzelf op moet komen. Maar ze gaan gelukkig niet trappen en slaan. Dus daar ben ik al wel heel blij mee. Maar ja, Uraya vindt het eigenlijk allemaal wel best. Hoi, mag ik mijn eigen paard pakken? Hallo! Dag, die mooie man!
Nou, Uraya die staat aan de poetsplaats. Nou, een soort van poetsplaats. Ik heb hem aan de bakrand gezet. Want ik had Uraya binnengezet om op te zadelen. Want ja, dat hadden we vorige keer ook gedaan. Dat hebben we een paar keer eerder gedaan. Maar ja, nu vond Uraya het een beetje spannend. Hij vond het niet zo leuk om daar alleen te staan of zo. Hij stond een beetje te draaien. Dus toen liet ik hem buiten heel even staan. En nu staat hij keurig stil. Hij is ook ja, eigenlijk wel gewend om altijd buiten gepoetst te worden. Dus misschien snapte hij het even niet. Maar goed, dat is goed. Dan gaan we gewoon lekker buiten opzadelen. Hé? Nou sta je wel keurig stil. En hij moest ook gelijk schijten daar binnen. Dus hij heeft gelijk een cadeautje achtergelaten. Heel braaf. Nou, jullie hebben het net eigenlijk kunnen zien in de timelapse. Bunny, of nou, Bunny. Bunny. Hij stond echt super stil. Het leek wel een standbeeld. Dus ik ben heel blij dat ik gewoon buiten ben gaan poetsen en niet binnen verder ben gegaan. Want hij is wel echt wel gewend, kan ik merken. Want toen de eerste dag toen we hier stonden, ja, dat is ook wel logisch, zat hij heel erg te kijken. En hij was niet echt bang, maar elke keer stonden die oren zo naar voren. En nu is hij eigenlijk al heel relaxed, net als op de oude stal. Dus dat is toch wel mooi dat je ziet van, oh, hij gaat wennen. Ja, dat is ook wel logisch, maar nu ga je het gewoon echt zien. Dat is wel leuk. Eventjes mijn laarzen en zo pakken. En oh ja, mocht je afvragen hoe de zadelkast eruit ziet? Die is nog steeds een chaos. Ik heb hem nog niet echt opgeruimd en ingedeeld. Dus hij staat eigenlijk nog hetzelfde. Ja, ook omdat ik een beetje ziek was. Maar dit is eigenlijk dus de poetsplek van de stal. Maar dat vond Uraya vandaag dus niet zo leuk. Maar goed, hij vindt het buiten ook prima. Dus dan ga ik hem gewoon buiten poetsen. Ik ga mijn spullen pakken en dan gaan we buiten rijden. Ik ben heel erg benieuwd wat Uraya ervan vindt. Ja, waarschijnlijk wel leuk. Maar jullie gaan meekijken met mijn GoPro. Tot zo. Braaf. Ja, nou gaat het goed. Ja. Hij loopt ook echt naar, helemaal naar links. Ga je wel eigenlijk naar jou? Spinnenweb. Braaf. Keurig. Het was in het begin ook van die rit met Sylvia. In het begin was hij heel afwachtend. Van oké, okay, wat ga je mee gaan doen? Op het einde kreeg hij zelfvertrouwen en ging hij de leiding nemen. Ja, hij zit jou echt op te zoeken. Kijk, ik denk als ik nou niks doe, gaat hij naar jou. Oh, Uraya. Shit, we zijn van het ruitenpad af. Hij gaat echt naar jou. Ja, ik ga hier naar rechts. Kom, we moeten echt weer terug, want dit is gewoon een fietspad. Hier, wij moeten naar het ruiterpad voor ruiters en paarden. Jij bent geen fiets. Goed. Ik kan hem ook met los teugeltje laten. Alleen ik moet rechts wel aanhouden, want als ik rechts niet vasthoud, dan loopt hij naar jou. Nee, hier is het heel goed. Het is een mooi pad. Ja! Nee. Keurig! Keurig! Ja. Ja. Hij is gewoon overenthousiast. Je bent heel goed. Nou voel ik wel gespannenheid. Ja. Hij zet kortere stapjes. Misschien zie je het ook wel. Hop. Dat is de autodeur. Ja, dan is hij toch echt wel gespannen. Keurig! Mama is links, hè? Ja, hè? Ja. Goed hoor. Hij vindt het wel erg spannend nu. Goed hè? Ja. Dat is een school en met schoolkinderen. Die heb je nooit eerder gehoord. Ja, keurig. Ja, daar is mama. Hij vindt het toch wel erg spannend, dus ga maar niet te ver. Dat is braaf, netjes jongen. Kijk, daar is mama. Ja. Goed, je bent heel braaf. Je bent heel braaf. Ja, je bent braaf. Ik vind het leuk. En nou is het gelijk rustig. Ik voel gelijk minder spanning nu. Ja, gewoon opbouwen. Ja. Kan je een stukje rappen? Dat is braaf. Ja, dat vindt hij leuk hoor. Joehoe. Braaf. Ja. Nou, waar ga je heen? Nou, Uraya is lekker aan het genieten van zijn maaltje. We zijn net terug van de buitenrit. En jullie hebben alles wel kunnen zien met de camera en kunnen horen. Maar Uraya gelijk even beloond. Want ja, voor de rest heeft hij zich wel heel goed gedragen. Maar in het begin ging het eigenlijk heel erg goed. En vond Uraya het heel erg leuk. Zat hij lekker te kijken en echt gewoon helemaal te genieten. Maar op een gegeven moment moest mijn moeder een ander pad op voor het fietspad. En het ruitenpad werd een klein beetje van elkaar gescheiden. Gescheiden? Gescheten. Toen dacht hij een beetje zo van, hè, we gaan mama naar.
hé, mijn moeder. Ja, we gaan altijd samen een buitenrit maken. En ineens ging mijn moeder weg. Dat vond hij een beetje gek. En je hoorde in de verte spelende kinderen. En ja, hij vond het eigenlijk steeds spannender en spannender worden. En op een gegeven moment schrok hij van een dichtslaande autodeur en een fietsbel. Dat hij even zo, oh, even zo, dat deed. Hij schrok niet heel erg, maar gewoon even zo'n schrikreactie. Dus ik denk, oké, laten we maar gewoon teruggaan. Want hij vindt het toch wel een beetje spannend. En hij moest veel poepen. Ja, en hij moest ook poepen. Ja. Dat is ook een teken van spanning. Ja. Ja, kunnen we verder natuurlijk niet zoveel aan doen. Dus we zijn ook niet verder gegaan. Want als we verder zouden gaan en het gaat fout. En Ryan schrikt dan echt van iets. En ik ga vallen of hij gaat vallen. Ja, dan wil hij de volgende keer misschien niet meer mee. De volgende keer proberen we het gewoon lekker. Dan maken we het stukje iets groter. Of misschien vindt hij het dan weer minder spannend. We gaan het gewoon proberen. We hebben alle tijd om ons niet klaar te maken voor de wedstrijd. En ja. Ik ben eventjes een ander halstertje aan het pakken voor Uriah. Dan ben ik blij dat ik al mijn halsterverzameling al hierheen heb gebracht. Want Uriah krijgt een klein wondje net boven zijn halster. En ik weet niet of het van het halster komt. Want het drukt er niet op. Want het kan ook zijn dat hij zich ergens aan heeft gestoten of zo. Want het zit ook aan zijn blinde kant. Maar voor de zekerheid doe ik me eventjes een ander halstertje om. En ik heb hem ook expres nu even met een halster in het weiland staan. Omdat, ja, stel als hij ontsnapt of hij spookt dat uit. Dan kan iemand hem makkelijker pakken met halster dan dat hij niet met halster in het weiland staat. Dus dan staat hij nou tijdelijk even. En ik weet ook niet of het door een halster komt. Maar ik heb zoveel andere halsters dat ik maar gewoon kijk voor... Ja, even een andere. Kijk, het zit hier zo. Het is ook al wel een oud hondje, dus misschien zit het er al. Maar ik heb het idee dat het ooit zo is gegaan. Misschien met rollen. Dus ik heb nou een andere uitgezocht. Eer, jij krijgt nu deze mooie rooie van het Decathlon. Deze heeft niet zo'n ring met zo'n hoekje. Dus dan kan het wondje, ja, kan er niet meer open, zeg. Het is een heel simpel halster. Het is van het Decathlon. Echt maar 4 euro. Maar in dit geval is het even de beste keus. Wauw, paard. Wat ben je mooi. Ja, daar gaat hij weer, onze held. Nou, gelijk weer terug naar zijn vriendjes. Dat is wel leuk, hij zoekt ze elke keer gezellig op. En dan hebben we hier trouwens nog de schelstal. Ik weet niet of ik die al had laten zien. Kijk, die ziet er zo uit. Die is heel ruim. Maar ze staan hier eigenlijk bijna nog niet in, want ja, het is nog helemaal niet zo koud. Zo, mijn moeder en ik gaan nog even poep scheppen, want de stal waar wij op staan is verder wel gewoon een doe-het-zelf stal. Dus je kan gewoon, ja, of je moet eigenlijk gewoon de weilanden en zo uitmesten. Maar ja, dat vind ik ook helemaal niet erg, want ja, het zijn maar 2,5 paard als je Rakker als half paard meetelt. Dus even uitmesten en dan, ja, zo. Gaat lekker. We krijgen weer een nieuwe vriend. Rakker komt er even kijken. Waarschijnlijk of we eten hebben of zo. Ze vinden jou leuk, man. Hij gaat naar jou toe. Gaat hij ook al likken? Oh. Rij heeft het ook naar zijn zin. Lekker rollen. Hey, doei. Oeh. Yeah. Zo, ik ben inmiddels thuis en ik ben echt zo trots op hoe het met Uriah ging en hoe hij zijn best heeft gedaan. Want ja, ondanks dat hij het uiteindelijk toch wel een beetje spannend vond, is het goed gekomen en heeft hij het gewoon heel goed gedaan. Ik denk ook, we hebben nog niet eens in de bak gereden. We zijn alleen nog maar naar buiten gegaan. Maar we willen gewoon het liefst buiten rijden, want dat vindt Uriah gewoon het leukst om te doen. En ik ook, dus voornamelijk zul je ons nog wel in het bos vinden. Ik was nu even op mijn kamer, want ik had namelijk weer een bestelling ontvangen. Ik heb namelijk nog steeds mijn slijgwebshop. Volgens mij is die wel bijna leeg, maar ik ga hem binnenkort weer aanvullen. Maar dan moest ik even de bestelling inpakken. Dus ik heb hier nog een paar paarden. Spoiler van mijn webshop. Dit zijn nog slijgpaarden die of op de webshop staan, of die moet ik nog op de webshop zetten. Want volgens mij heb ik deze nooit op de webshop gezet. Maar goed, er was iemand en die had deze besteld, de Hannoveraan hengst. Deze, die was ook besteld. Het is de Andalusier hengst. Die ziet er zo uit. En er was nog één iemand die had deze besteld. Dat is de IJslander hengst. Nou, en dan ga ik dat leuk inpakken met 2 slijgboekjes voor elke bestelling. Zo, nog 2. En dan heb ik hier ook nog andere leuke dingen die ik bij de bestelling doe. Ik heb hier bijvoorbeeld kerststickertjes en nog meer stickertjes en een handtekeningenkaart.
Nou, en dan ga ik dat dus eventjes leuk inpakken. En dan ga ik het morgen op de post doen. En dan hebben die mensen hun bestelling de dag erna. Laat even in de reacties weten of jij ook eens wat bestelt via mijn webshop aan Slijgpaarden. Daar ben ik wel benieuwd naar. En ja, dan hoop ik dat jullie deze vlog weer ontzettend leuk vonden. En dat jullie hebben genoten van de avonturen die Uraya en ik beleven op de nieuwe stal. Er gaan nog veel meer vlogs aankomen, want ik heb zoveel ideeën op de nieuwe stal. Dus ik heb er heel erg veel zin in. En jij nou ook, abonneer dan op mijn YouTube kanaal. Want dan krijg je elke keer een melding als ik een YouTube video plaats. Ja, abonneer dus op mijn YouTube kanaal. Druk op de rode knop. Doe nog een duimpje omhoog bij deze video. Ja, dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie heel graag weer terug in de volgende video. Doei doei!